Bij Audi gaat de elektrificatie verder. Een elektrificatie die verschillende vormen aanneemt, is niet veel. Zeker en vast. Audi heeft zowel op vlak van plug-in hybride als op vlak van full electric al een zeer ruim aanbod. In de plug-in hybrides gaan wij op de salonperiode ook een fiscaal interessante versie van de Q7 TVSI-E toevoegen. Op de volledig elektrische voertuigen gaat het gamma in de middenklasse met de Q4 e-tron, de Q4 e-tron Sportback, die verkozen is tot Green Car of the Year trouwens. Vervolgens zijn wij een stapje hoger, de e-tron en de e-tron Sportback. Twee modellen die in België gebouwd worden in de fabriek De Vorst, volledig CO2-neutraal. En dan top of the bill is bij ons e-tron GT en de sportievere variant RS e-tron GT. Twee modellen die echt wel de filosofie van elektrisch rijden hoeft niet saai te zijn vertegenwoordigen. Ja, en Audi heeft onwaarschijnlijk nog meer dingen in de pipeline. Zeker en vast, ook daar met de A6 e-tron concept heeft Audi recent een nieuwe voorsmaakje gegeven van een bijkomend model. En ook daar zullen nog nieuwe modellen in de pipeline zitten. Dus aan vlootbeheerders geef ik zeker en vast de boodschap, blijf ons volgen in de nabije toekomst.